In deze online serie ga ik op zoek naar de verhalen achter de grootste Nederlandse tracks. Dit is Show Me Hits. In deze aflevering ga ik in gesprek met Hans van Vondelen. In 1983 was hij niet van de radio af te slaan als de leadzanger van The Shorts. Bij de bandnaam rinkelt hij misschien niet gelijk een belletje, maar als een club van 17-jarige gasten wisten zij een internationale hit te scoren met Comment ça va. Welkom dat je onze uitnodiging hebt aangenomen. Ja. We beginnen altijd toch even met het luisteren naar die zomerhit. Lang intro, hè? Lang intro. Mocht nog. Ja, dat mocht nog. Welkom. Ronald. Wat fijn dat je onze uitnodiging hebt aangenomen. Ja, graag. Kijk, hoe dat werkt bij zo'n redactie. We zitten natuurlijk allemaal met zomerhits en welke plaat wel, welke plaat niet. En op een gegeven moment kwamen we gewoon op deze gekke plaat. Ja. Tweetalig. Dat vind ik sowieso al lastig. Hoezo tweetalig? Ja, hij was toen in Nederland uitgebracht. En, nou, wij wilden hem eigenlijk als bandje alleen in Engels. Dat was eigenlijk, want wij waren gewoon... Ja, veel meer David Bowie fans en Queen fans. En, dus we hadden eigenlijk, Nederlands was toen toch een beetje zoiets van, moet dat nou weten? Beetje cello. Ja, precies, ja. En toen hadden we hem in het Engels opgenomen. Toen zei de maatschappij, ja, maar ik wil hem ook Nederlands. Want anders gaat de hele transactie niet door. Had jullie een manager toen de tijd? Ja, had een manager. Want de hoeveelste single release was dit? Hoe bedoel je dat? Want jullie waren eigenlijk niet eerst de Shorts. Daarvoor zat nog een afdeling... Klopt. We zaten inderdaad met dat theaterbureau. Dat theaterbureau heette Bliksemproducties. En juist. De band heette toen de Bliksemafleiders. Juist. Ja, Comment ça va was de tweede release. Daarvoor hadden we een singeltje, Don't Wanna Do It, inderdaad. En die heeft het ook niet gedaan? Nee, die heeft het niet gedaan. Nee. Die didn't wanna do it? Nee. Die didn't wanna do it, nee. En ineens dan toch Comment ça va, tweetalig. Ja. En Nederlands. En Frans. Ja... Dat was eigenlijk, het werd eigenlijk een soort, het is, ja, Frans inderdaad, het refrein Frans, coupletjes Nederlands en Engels. En die, drietalig. Ja, in feite wel, ja. Ja, en mijn Frans is ja, nog steeds zwaar onder nul. Maar we zijn toen bij een televisieprogramma terechtgekomen en dat was de KRO komt langs in. Dat werd gepresenteerd door Hans van Willigenburg. Oh, echt waar? Ja. En... Toen deden we daar in het Nederlands en toen was het eigenlijk de volgende dag raak. Toen werd hij gekocht en gepromoot en toen vonden mensen hem... Televisie en de single kwam ineens tot leven. Ja, die kwam los. Ja. Ik heb ook begrepen dat de plaat oorspronkelijk bij de piratenzenders die we toen nog hadden, heel erg goed viel. Ja, klopt. Dat is, die hebben hem eigenlijk als eerste opgepakt na die televisieuitzending. Dus eigenlijk is dat wel het startschot geweest, die piratenjongens. De reguliere radiostations in Hilversum, die moesten er niks van weten. Nee. Gek, hè? Uiteindelijk wordt het dan toch een hit. Ja. En zitten jullie ook met die radiomannen aan de tafel die uiteindelijk zeiden van, oh god, wat een leuke hit. Ja. Had je toen iets van, nu wel? Ik weet het niet. Ik denk dat het op een gegeven moment... Het is natuurlijk wel leuk dat het publiek eigenlijk beslist van dit is een hit. Dit is een hit. En dat dan de radiomensen die eigenlijk een soort van verplichting voelen. Moeten van, dan toch mee? Dan moeten we maar mee, inderdaad. Maar het was toen helemaal... Nederlandstalig was toen een beetje aan het opkomen. En er was toen best wel veel tegengas. Ja. En wij begrepen eigenlijk ook waarom, omdat we zelf ook een beetje zo... niet zo van de Nederlandstalige... Nee, want je was van David Bowie... Queen, ja, precies. Ja. Dus je hebt eigenlijk een hele oncomfortabele hit gescoord. We zijn oncomfortabel begonnen, inderdaad. Ja. 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 En hoeveel optredens waren dat toen de plaat explodeerde? Dat was echt... Ja, ik denk gewoon 5, 6 per week.
En jullie repertoire waren dus twee nummers. Dat was echt, ja, dat was twee nummers. En de rest was liedjes van Toontje Lager. Oh ja, je ging wel Nederlands dan. Ja, we moesten wel Nederlands blijven. Nou, we hadden ook wel Engelstalige liedjes. Van Queen en zo, Crazy Little Thing speelde. Oh ja, ja, dat wilden we gewoon per se er doorheen. En hoe reageerde het publiek dan? Ja, eigenlijk wel leuk. Nou, we hadden misschien één... We waren best wel eigenwijs. En we wilden altijd live. We wilden nooit... Geen playback. En nooit met een band. Dus we wilden altijd live. Dus het was iets lastiger ook voor de manager om ons, zeg maar, dan te plaatsen. Tenminste, ja, de mensen van, ja. Maar ja, we waren natuurlijk niet het beste bandje van de wereld. Oh, toen nee. Het was allemaal zo vroeg en pril en slechte apparatuur nog. En, dus uiteindelijk vind ik het nog heel erg fijn om te zien hoe het publiek toen reageerde op ons. Dat was best wel altijd wel. Je had ook feest. Best wel een hoge gunfactor. Daar staan ze dan, die gassies. Ja, het was A of Z. Het was echt gewoon... Of het werd je echt gegund, of je werd gewoon bekogeld met van alles wat er te vinden was wat daar in de buurt. In de zaal lag, ja, precies. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke tijden meegemaakt. Ja? Ja, echt de meeste... Een keer op een braderie meegemaakt dat er echt eieren stonden te ontwijken. Jullie waren ineens hele commerciële rakkers. Ja, precies. En op die leeftijd is dat natuurlijk best wel jaloeziegevoelig. En ik had vrienden die dat ook niet zo goed trokken. Van ja, iedere dag met zijn kop op televisie. En ja, uiteindelijk kwam dat allemaal wel goed. Maar dat heeft best wel even geduurd. Die plaat, Come on, so far. Ja, die vind ik werkelijk overal. Als je zoekt Duitse versies, hoeveel versies zijn er opgenomen? Wat hem inderdaad in het Duits, Engels, Nederlands met een Frans refrein. Maar ik heb begrepen dat de plaat het ook internationaal goed heeft gedaan. Ja, ja, klopt. Want alleen in Frankrijk was hij al platina. Dat was anderhalf, dus je stond ook in Frankrijk op een podium? Heel vaak, ja. Met dat busje... Nee. Dat was echt Frankrijk. Dat was toen IMI. Frankrijk was Pathé Marconi. En dat was super geregeld. Dat was denk ik niet normaal. Weet je, echt als een ster. Werd je in een hotelkamer geduwd. En dan kon je echt kiezen of je nou die dag de blauwe badkamer of de groene badkamer. Dat was okay. Echt, ja, dat was echt super leuk. En speelde zich dat gelijktijdig af met het Nederlandse succes? Of was dat later? Bijna wel. Bijna dat was best wel schakelen, van ja. Zeg maar braderie eierenkoppen, ja. Naar landen in Frankrijk. En... Ja. Dat was vaag hoor, want het was echt soms dat je in het vliegtuig zat van... Kut, gingen we nou vandaag naar Frankrijk of... Ik weet het niet meer. Dat was ja, heel mooi natuurlijk. Hoe lang heeft dit geduurd? Ik denk bij elkaar... jaar of zes. Met de laatste singeltjes erbij, denk ik. Ja, of zes, zeven. En was het voor jou toen ook op? Of was het gewoon op? Ja, je merkte echt gewoon... dat ja, wij wilden naar een wat volwassener sound en ja. Zo. Nou ja, dat valt in Nederland natuurlijk niet mee... om iets anders te gaan doen wat het publiek van je gewend is. Dus dat was eigenlijk een neerwaartse spiraal. Op een gegeven moment, ja, natuurlijk 500 keer dat liedje, dan heb je het ook echt wel, heb je het echt wel gehad. Dat was wel, maar het was, ja, ik had ervoor geen goud willen missen. En ben je nog goed met de andere drie, de band, is dat nog oké? Okay? Ja, want we hadden laatste, is Come on, so far gebruikt voor de commercial. Albert Heijn commercial. Wist je daar van tevoren van over? Nee. Mag de muziek wat harder? Come on, so far. Denk je niet achteraf wel van, dat is wel een paar Mercedes door mijn neus geboord? Zeker. Ja. Zeker, ja. En misschien ja. Wel meer dan een paar Mercedes ook? Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, dat heeft me een tijdje bezig gehouden. Dat ik zoiets had van, shit, dat had ik allemaal anders moeten doen. Maar op een gegeven moment heb ik zoiets van, ja... Wat je ervoor terug hebt gekregen, is natuurlijk ook eigenlijk allemaal onbetaalbaar. Je hebt een superleuke tijd gehad. Wat er nooit bonje op zat, het was altijd lachen geblazen. En in die hotels de meest rare dingen uitgehaald. En ja... Ik bedoel, niet achteraf zeiken. Dat vind ik dan zo... Bij jou is dat boek is dicht. Dat boek is gewoon vooral dicht. Vooral de leuke tijd onthouden. Precies, ja. Ja, zo zie ik het echt. Ik heb me helemaal kapot gegoogeld op alles wat er rond de shorts...
te vinden was. Ja. Maar ik heb nooit reunieconcerten gezien of een tour. En terwijl, gek genoeg, we zitten in deze setting met een geluidsman en mensen die social media doen. En elke keer als ik die plaat opzet, zingt gewoon iedereen het mee. Deze specifieke plaat gaat over heel veel generaties. Ja. Ik denk persoonlijk dat als je gewoon volgende week aankondigt, we gaan het nog één keer doen in een zaal, dat het binnen 3 minuten uitverkocht is. Ja, misschien wel. Ja, Edwin Evers heeft toen ook gezegd van jongens, we gaan het doen. Ja. Jullie, hè? En toen belde hij mij live. En toen had ik zoiets van, nou, wij willen dat eigenlijk de mensheid niet aandoen. Want ik bedoel, je was toen 16 jaar. Dus er stonden 4 van die jonge gastjes die het super naar de zin hadden. En dan staan er ineens 4 van die oude mannen op het podium en zo. Ik denk dat je daar gigantisch in vergist. Misschien wel hoor, misschien wel. Misschien. Een servaas spektakel. En ik denk dat je daar gewoon echt iets heel leuks van kan maken. Ja. Maar volgens mij wordt het zo breed gedragen. Zeker toen die commercial. Ja. Maar nogmaals, je zet dat nummer op en iedereen gaat. Ja, ja. Ja, het heeft wel een enorme impact gehad, dat liedje inderdaad. En dat kan ik ook niet verklaren eigenlijk. Ik weet niet waarom. Misschien doordat. Ik denk vaak door dat jeugdige. En dan heb ik zoiets van, ja, dan moet je niet als man van 57 op het podium gaan staan en 50 soorten lager. De Rolling Stones treden ook gewoon nog steeds op. Die hebben misschien iets meer hits. Ik wou zeggen, maar die... Ja, maar ik bedoel, maar nog steeds, dat is geen leeftijdsgebonden ding, toch? Nee, maar die zingen nog steeds in die originele toonsoorten, bij wijze van spreken. I can get no en zo, dat soort dingen. En dat wordt voor jou lastig. Ja, dat wordt voor mij heel lastig, ja. Ja, precies. Zeker. Ik ben heel erg van dat is af. Zoals nu is het af. En strik je eromheen, klaar en door. En ik vind iedereen die dat gewoon inderdaad wil doen met remix en zo, prima. Ja. Maar mij niet bellen. Nee, precies, mij niet bellen, letterlijk, ja. Juist. Hey, en want na de shorts, je zei net 1 jaar of 6, 7. Ja. Een 20er. Ja. En dan? Ja, toen merk ik had natuurlijk, ik vond het studio gebeuren steeds leuker worden. Oké, dan sta je daar als 25-jarige en je hebt een beetje centjes, hoop ik. Ja, nou ja, rijk zijn we nooit geworden. Nee, maar ik bedoel, je kon in ieder geval een keuze gaan maken. Ik ben met de manager toen doorgegaan. Toen hebben we een studio in Loenen aan de Vecht gekocht. Ja, die Vendel Sound. Ja, ja. Super gaaf hoe we dat hebben weten op te bouwen, zeg maar, naar een echte popstudio waar gewoon serieuze in gewerkt werd. Ja. En het was een super gave tijd. En daar was je misschien echt op je plek? Dat vond ik echt geweldig. Ja. En nu? En nu ben ik voor mezelf begonnen, 3 jaar geleden. En in een veel kleinere setting. En dat had ik 20 jaar eerder moeten doen. Oh, echt waar? Ja. Ik vind het geweldig. Ja, het is echt. En wat is voor jezelf beginnen? Wat doe je dan nu? Gewoon je eigen studio beheren? Eigen studio beheren. En ik heb heel veel klanten meegenomen eigenlijk. Ik ben nog steeds met Edwin Evers. Oh, ja, ik doe heel veel eindmixages en zo voor albums. Maar ook voor televisieshows. Van Beste Zangers doe ik al 12. Want dat is waar ik jouw naam op een gegeven moment ook weer tegenkwam. Oké. Dat is ook superleuk om te doen. Al 13 jaar zo. En ik heb het donker bij me vermoeden dat 99% van de mensen die daar staat te zingen niet weet dat jij die gast bent van dat liedje. Dat zou kunnen. Dat zou ik dan eigenlijk ook gewoon zo houden. Ja, precies. Je zit ook niet met een bordje van zeggen dat jij... Dat heb ik ook gedaan. Nee, het is altijd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het wel weten. Ja, en je wordt er wel echt per week nog wel een keer mee geconfronteerd. Geplaagd, op een leuke manier natuurlijk. Maar onlosmakelijk verbonden. En je loopt ook op straat nog steeds en dan komt dat liedje ook voorbij, op die manier ook. Ja. Ja, vind ik nu niet meer erg eigenlijk. Ik heb een periode gehad dat ik gewoon echt knettergek werd van dat nummer. Word je vaak gevraagd voor projectjes? Die gewoon heel vaak, ja. Jaren en dat is allemaal gerelateerd aan dat ene liedje? Ja. Ja. 9 van de 10 keer, ja. Mensen willen wat klassieke uitvoering maken, remixen, wat willen ze allemaal met je? Ja, inderdaad. Je hebt toen dat Cool Down Café, die hebben toen een Command Savar versie gemaakt. Of ik die wou inzingen en wat heb ik nog meer?
heeft heel veel van die jaren 80. Maar daarvoor vraag ik ook. Kijk, ja. Die festivals zijn gigantisch. Ja, ja. De foute jaren 80, de 90 parties, noem maar op. Ja. Daarom vraag ik het ook zo specifiek. Want volgens mij kan je nu tegenwoordig in een grotere Mercedes-bus met normale stoelen zonder roest, ja, zouden jullie volgens mij gewoon helemaal gek kunnen toeren. Ja, maar ja, het is dus echt, ja, dat ben je misschien een te veel boerenlul. Want ik heb niet zo'n behoefte aan die grote Mercedes. Ik vind je een zeer intrigerende persoon. Omdat je, nou ja, je maakt maar weinig mee dat mensen zo happy zijn dat het rond is eigenlijk. Ja, ja, ja. De meeste mensen zijn toch of hebben vroeging, of hebben balen dat ze maar één hit hebben gehad. En jagen dat nog steeds heel erg na. Ja, je voelt heel erg, ik doe het ook zo, ja, heel erg mooi in balans, als in van het is wel goed zo. Ik ben goed terechtgekomen. Dat is misschien, en dat had niet gebeurd als ik dat hele traject niet door was gegaan. Ja. Dus ja, waar ik nu ben, heb ik daaraan te danken. En ja, en ik heb het prima naar mijn zin zo. En ik vind het super gaaf. Het vak vind ik echt leuk. Op de achtergrond met het vak bezig zijn vind ik gewoon 10 keer zo leuk als... wat ik al zei, in de spiegel kijken en de mensen vermaken. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Super.